COVID-19 of geen COVID-19. Suriname en Surinamers willen hun traditie voortzetten. En dat is dan het afschieten van vuurwerk vanaf 27 december met het hoogtepunt 12 uur 's avonds 31 december. De regering die verwacht wel enige creativiteit van de verkopers. En dat is dan dat zij in achtneming van de COVID-19 maatregelen hun vuurwerk verkopen aan de man. Wij van TBN Prime Alert zijn er geweest bij de RA Firework. En dat is aan de Henry Fernandesweg, waar een nieuw concept wordt toegepast. En dat is dan om via een drive-thru vuurwerk te verkopen. U rijdt vanaf het terrein hier in de haal binnen, waar het allemaal is uitgestald, ontsmet. En u begint dan uw inkopen te doen zonder enig moment uit de auto te hoeven stappen. U ziet het, de beelden. Het is een breed assortiment. En alle veiligheid wordt hier in acht genomen. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. En ik zei het al, de RA drive-thru is aan de Henry Fernandesweg. Zoals u weet, leven we nu in een COVID-situatie. En de regering heeft ook oproep aan ons gedaan van zoveel mogelijk een drive-thru en online systeem. En wij van RA Fireworks hebben besloten van, om zoiets te organiseren. De directeur van ERA zelf, hij houdt van uitdagingen en hij zegt van laten we het proberen. Dus daarom hebben we dan ook gekozen voor die drive-thru, omdat we die ruimte ook hebben om die drive-thru te organiseren. Eenmaal er een auto net binnen is gereden, heer Hernam, hoe werkt het? Misschien kunt u dat aan de kijkers en luisteraars vertellen. Dus men rijdt het terrein op. Precies. Als een auto via de drive-thru naar binnen komt, dan wordt die persoon die de driver is en die personen die in die auto zitten, worden ze direct ontsmet. En dan worden ze opgevangen door onze helpers die dan gelijk bij die auto staan en vragen wat ze willen. En worden ze geholpen en de bombels die ze nodig hebben worden dan in een mandje gezet en rechtstreeks gebracht naar de kassa en daar wordt het afgehandeld. De klant hoeft op geen enkel moment uit de auto te stappen? Nee. Misschien als ze willen even uitstappen en wat komen kijken, maar dan hebben we gezegd van de COVID-maatregelen worden in acht genomen. Mond, neuskap en je wordt ontsmet en afstand. Van de afstand wordt dan al die spullen bekeken en alles wordt zo gehandeld. Ja. En hoe is dat nu toe dan? Hoe speelt de gemeenschap hierop in en wat zijn de reacties? Zo. Wij proberen altijd de beste van te maken. De gemeenschap heeft gehoord. We hebben een beetje promotie gedaan. En tot nu toe gaat het. En ik denk dat het de laatste dagen nog beter zal gaan. En we zijn niet teleurgesteld, we zijn tevreden. Ja. Is er enig moment geweest, heer Hernam, waar jullie dachten dat dit niet door zou gaan? Want we hoorden steeds in de gemeenschap, er komt een algehele lockdown. Dus dat, wij hadden ook gedacht dat er een lockdown zou komen. Maar wij, de leiding, hij is een persoon, hij houdt van uitdagingen. Hij zegt van als we het nooit gaan proberen, dan gaan we het ook niet weten. Toch? Dus hij zegt van al komt een lockdown, er zal zeker wel een oplossing komen om dat uit te dragen. En kijk, de regering heeft ook meegeholpen. De regering is meegegaan met het volk van Suriname. Jaarwisseling krijgen we maar één keer per jaar. Dus daarom hebben die medewerker ook van de regering gehad dat het toch nog door zal gaan. Ja. Nu is de minister van Volksgezondheid, Omar Ramadien, maandagavond duidelijk geweest van de vuurwerkwinkels. Die moeten ook tot 7 uur open blijven. Maar hij laat wel de mogelijkheid voor jullie over om naar mogelijkheden te bekijken om naast even ook zelf te verkopen. Misschien met delivery, misschien online. Hebben jullie daarop al ingespeeld of gaan jullie daarop inspelen, heer Hernam? Ja, dat klopt, meneer Ganesh. En, wij hebben van de minister begrepen dat wij na die lockdown ook delivery, bomber delivery kunnen doen. Dus als mensen ons bellen voor een pakketje, wordt dan die pakket gemaakt en dan krijgen we adres waar we moeten leveren en dat doen wij dat.
we hebben dan de dispensatie van uit de minister van dat we die levering mogen doen. Ja, en zij ze kunnen bellen, op welk nummer kunnen ze dat doen? ERA Lighting en Decor. Er is een Facebook page van ERA Lighting en Decor en ERA Fireworks. Okay. Ja. En hoe hebben jullie de prijzen gehouden? Want we horen over en weer, mensen zeggen vuurwerk is toch wel, de prijs is aan de hoge kant vanwege de hoge koersen die we nu hebben. Hoe hebben jullie de prijzen hier scherp gehouden bij ERA Fireworks? Ja, meneer, eens kijk, we leven in een situatie, een crisissituatie, maar dan nog hebben we geprobeerd om die prijzen zo schappelijk mogelijk te houden voor de mensen die bommen willen schieten en die bommen willen kopen. En als die mensen komen hier, ze kopen en ze zijn tevreden, die prijzen van ons zijn redelijk. En jullie hebben van alles in huis? We hebben van alles in huis. We hebben grote knallers, we hebben kinderafdeling, we hebben kinderbombers. Van alle soorten dingen hebben we. Dus als de mensen komen, dan zeggen ze van oké, nee, ik ben op de juiste plaats. Ja. Wat ons gelijk is opgevallen, heer Hanam, dat ga ik even hier staan, zijn deze kinderpakketten. Ja. Dat is toch allemaal mooi om te zien. Hoe gaat dit? Kijk, dit is speciaal voor de kinderen. Dus nadat ze zo'n pakket hebben, dan kunnen ze hebben dan bombels die alleen bestemd is voor kinderen. Als ze klaar zijn met het schieten van een bombel, hebben ze dan een auto, merk BMW, die ze als speelgoed kunnen gebruiken. Ja. En ik zie dat jullie ook tassen hebben, ja, voor kinderen. Ja, toch, dus, dit is voor, laten we zeggen, voor jongens. En die tassen voor kleine meisjes, kinderen. Ja. En ik heb gezien, hier hebben ook nagedacht aan mensen die niet houden van harde knallers. Jullie hebben daarvoor de speciale party poppers. Ja, dus dat is ook een trend van een bombel, weet je. Als die party popper schiet, dan heeft ook een knal, toch? Maar geen rook. Maar ik geniet ervan. Dus dat hebben we ook in ons assortiment. Wat zou je dus dan tot slot willen zeggen aan de klanten, maar aan die gemeenschap, heer Hanam? Dus wat ik nog wil mededelen aan de gemeenschap, wij zijn open tot 7 uur omdat er een lockdown is. Ik zou de gemeenschap willen vragen, kom kopen voor het lockdown, want tijdens het lockdown mag je dan niet eruit. En als je thuis bent heb je dan niks te doen en als je die bommel hebt gekocht, dan kan je nog even wat doen, een paar bommen schieten hier en daar. Dus om de tijd, om de lockdown door te brengen, dus roep ik de mensen op en om op tijd zijn inkopen te doen. En voor straks wens ik de totale bevolking van Suriname een gezegende jaarwisseling en gelukkig nieuwjaar. Namens ERA Lighting en ERA Firework wil ik de totale gemeenschap een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ja, toch zou ik dit nog even willen weten, heer Hanam. Wat is nieuw dit jaar op de markt voor wat vuurwerk aangaat? We hebben verschillende dingen nieuw. Verschillende assortimenten die we hier hebben, zijn nieuwe dingen. Omdat als je even kijkt op de rekken, heb je dingen die we vorig jaar niet hadden. Maar wat we dit keer. Dus het is een uitdaging voor de mensen die ook kopen om die nieuwe producten, die bombes, die soorten bombes te schieten. U heeft net uw inkopen gedaan. Tevreden met wat u allemaal hebt gekocht? Kijk, het is een uitdaging wat je aangaat om veilig mogelijk te kopen. Zoals COVID een uitdaging is, vind ik dit een mooie stap van de ondernemer. Een uitdaging om mensen in de gelegenheid te stellen om veilig te kopen, betaalbaar te kopen, goede service. Doet me goed, heeft me prettig gevoel gegeven. Ik ben prettig geholpen. Ik ben van huis uit beroep landbouwer. Het doet me denken aan hoe wij misschien in de toekomst dit soort ruimtes kunnen gebruiken om onze groenten af te zetten, veilig af te zetten in plaats van langs de wegen te verkopen. Zo misschien een drive-thru systeem. Ik zeg maar, ik denk een beetje hardop na. Maar ik denk dat dit in elk geval een goed en een begin is om mensen duidelijk bewuster te maken hoe men veilig inkopen kan doen. Het is zeer uitnodigend. Ik kom met plezier, ik ben met plezier gekomen en ik ga met een tevreden hart naar huis. Ja. En, u vindt dat u veilig genoeg hier bent, de plek veilig genoeg is, de manier hoe het is ingericht, dat u vanuit die auto uw inkopen hebt kunnen doen? Ik heb in mijn leven nog nooit zo prettig inkopen mogen doen in mijn auto gereden, alleen maar gewezen. En het enige wat ik niet zo prettig vond was dat ik moest betalen, toch? Maar dat moest ook.
En van deze plaats wil ik de manager feliciteren met zijn initiatief. En de totale gemeenschap een hele zalig uiteinde en een voorspoedig 2021 toewensen. Mensen, ik verzoek u, wees heel erg voorzichtig. Laten we van elkaar houden en laten we het jaartje goed afsluiten en een hele goede begin maken. Laten we van elkaar gaan houden. Ik hou van iedereen. Wat vond u van de prijzen of wat vindt u van de prijzen hier? Ik heb met tevreden hard betaald, dus ik vond het redelijk. Dank u wel, fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar. Dank u ook.